Nou, antisemitisme in Nederland is helaas een heel groot probleem. Het is vanuit de geschiedenis al een heel groot probleem, maar we zien dat het nog steeds jodenhaat ontzettend voorkomt in onze samenleving op allerlei vlakken. En daar moet heel veel tegen gebeuren. Wat we de afgelopen jaren hebben gedaan als VVD zijn, is samen met de ChristenUnie een nota geschreven waarin we al die aspecten ook behandelen. Dat betekent het aanpakken van jodenhaat in voetbalstadions, online, op scholen. We weten dat er docenten zijn die niet eens over de Holocaust durven te praten in hun klas. We weten dat Joodse mannen elke dag wel even over nadenken. Doe ik mijn keppeltje op? Wil ik het gevaar lopen vandaag om bespuugd en belaagd te worden? Is het me waard? Dat zijn hele, hele schrijnende verhalen. En wij hebben daar concrete acties bij neergelegd. Die ons vooral zijn meegegeven door de Joodse gemeenschap. En hebben ook geld voor vrijgemaakt, de 3 miljoen euro. Om ook antisemitisme effectiever aan te kunnen pakken. Er komt ook een nationaal coördinator antisemitisme bij. En die gaat hopelijk ons allemaal helemaal scherp houden. Zeggen, kijk hoe de aangiftebereidheid omhoog kan. Hoe de registraties bij de politie beter kunnen. Hoe het OM wellicht scherper kan optreden. Dus er is gewoon heel veel werk te doen. Daar zijn we ook onwijs mee begonnen afgelopen jaren. Geld voor vrijgemaakt. Maar we moeten wel echt doorpakken. Ik begrijp dat er heel veel mensen zijn die zeggen, ik doe niet eens meer melding van jodenhaat, discriminatie, want wat kan ermee gedaan worden? En toch zou ik iedereen willen oproepen, doe melding, doe aangifte, want daarvoor zorg je dat we in ieder geval die cijfers op orde hebben, dat we ook weten echt hoe vaak het voorkomt. Maar wat er nog meer aan gedaan kan worden, is dat we het Joods politienetwerk, wat we hebben bij de politie, dat we die ook versterken. Dat we zorgen dat hun expertise breed wordt gedeeld door over alle korpsen in Nederland. Zodat op het moment dat je aangifte doet of melding doet, dat degene die aan de andere kant van de balie zit bij de politie het ook herkent. En dat meteen zegt, oké, ik weet hoe ik hierop moet handelen. Dat is heel erg belangrijk. Wat ook belangrijk is, is dat we vervolgens zien dat bijvoorbeeld bij het OM het ook als zodanig wordt opgepakt. We hebben in Amsterdam verschillende belagingen van een Joods restaurant, Hak Carmel, gezien. En die ondernemer is ontzettend geraakt. En in zijn winkel, in zijn restaurant, daarmee in zijn portemonnee, maar nog veel meer in gewoon wie hij is. Hij heeft daar een restaurant en wordt om die reden, omdat hij Joods kenmerk heeft, wordt hij gewoon aangevallen. Nou, en als je dan ziet dat de eerste, tweede keer er wordt gezegd van, nou, er zat geen antisemitisch motief. Ja, dan snap ik dat de Joodse gemeenschap denkt, dit is de wereld op zijn kop. Waarom denk je dan dat het daar gebeurd is? Er staan tig restaurants omheen, daar is niks gebeurd. Dus het heeft ook te maken met die sensitiviteit om te kunnen inzoomen, wat is hier nou echt aan de hand? Ik denk dat als we al die zaken op orde hebben, dat er vanuit de Joodse gemeenschap ook eerder bereid zal zijn om melding te doen en aangifte te doen. Maar het moet allemaal tegelijk. Dat is het harde werk dat we wel met elkaar voor ons hebben. Nou, de VVD steunt de Europese pogingen om de deal met Iran overeind te houden. Ik denk dat dat belangrijk is, dat we dat ook blijven doen. En op het moment dat Iran zich niet aan afspraken houdt, of bijvoorbeeld internationale waarnemers het land uitzet, dat er ook vervolgens echt acties volgen en sancties volgen. Dus dat je dat ook duidelijk laat zien dat dat niet acceptabel is. En ik denk dat dat de dynamiek is die we overeind moeten houden met elkaar. De VVD ziet dat ook echt als een positieve ontwikkeling. Israël is natuurlijk heel erg geïsoleerd in het gebied, in de regio waar het zich bevindt. En op het moment dat er dialoog ontstaat met de landen eromheen en ook meer gesprekken kunnen komen, dan is dat alleen maar positief, denk ik, voor het hele gebied. Dus het is mooi. Het is ook mooi dat Europa daar een rol in kan spelen. En dat zal ook Nederland op die manier door een bijdrage in de Europese gesprekken met de regio moeten vormgeven. Ik denk dat Nederland het sterkst kan opereren in Europees verband, richting de gesprekken met de Israëliërs en de Palestijnen. Ik ben zelf meerdere malen in Israël geweest, ook met het Sidi. En wat je elke keer leert als je daar komt en mensen spreekt die actief zijn in de politiek, maar ook op andere plekken, is dat het zo diep zit, zo complex is. Eigenlijk hoe meer je weet, hoe minder je weet als buitenstaander. Zo verwoord ik het meestal. En er zit zo'n enorme historie. Ik denk dat het heel erg belangrijk is dat je juist met gevoel en erkenning van die historie daar die gesprekken wel ondersteunt en stimuleert. En dat kan denk ik Nederland niet als landje alleen. Dus dat moeten we dan op Europees gebied, Europese samenwerking doen.
Nou, wat heel belangrijk is als het gaat over het Midden-Oosten en onze binnenlandse veiligheid, is op nummer 1 aanpak van het islamitisch terrorisme. En dat is een heel complex dossier. Wat wij hebben gedaan is aan de ene kant wetten in Nederland op orde gebracht. Om ervoor te zorgen dat we, als jij met dubbele nationaliteit het land uitreist. Hè, als je een Nederlands paspoort hebt en een nationaliteit en nog een andere. En je reist uit om je aan te sluiten bij een strijd, bijvoorbeeld in Syrië. Het gericht is op het vernietigen van alles waar wij voor staan. Dat we je paspoort en je nationaliteit kunnen afpakken. Dat was een hele belangrijke wens van de VVD. Dat hebben we nu geregeld. Het is nu aan de rechter natuurlijk wanneer dat dan kan of niet kan. Maar de wetten hebben we in ieder geval geregeld. Zo kan ik een heel eind doorgaan met alle wetten die wij op orde hebben gebracht. Om ervoor te zorgen dat mensen niet kunnen uitreizen. Of als ze uitreizen niet terug kunnen komen. En daar wel gestraft worden. Dus dat is een hele belangrijke. Maar tegelijkertijd willen we eigenlijk ook dat die financieringsstromen die vanuit het Midden-Oosten richting ons land komen. Bijvoorbeeld richting moskeeën. Dat we dat ook transparant maken. En als het uit onvrije landen komt. Dat we dat kunnen aanpakken. Dat we kunnen zeggen, nou dat willen we niet. Want daarmee komt ook vaak gedachtegoed wat antidemocratisch is ons land binnen. En dat infiltreert gewoon ons land in. En je ziet dat kinderen dat aanhoren, daar helemaal mee opgroeien. En dat wil je voorkomen. Dus dat zijn zaken waar we en stappen hebben gemaakt. Dat transparant maken van de financieringsstroom heeft Sander Dekker voor gezorgd met een wet. En we zijn nu zelf bezig om te kijken hoe we het uit onvrije landen wellicht wel kunnen verbieden. Dat zijn stappen. En natuurlijk, als ik nog één ding mag toevoegen, ook de asielstroom. Wat je wil is dat je ook met landen daar afspraken kunt maken, zoals we ook met Turkije hebben gedaan, om te voorkomen dat grote aantallen mensen die wellicht helemaal geen aanspraak kunnen maken op asiel, wel ons land inkomen en dan vervolgens in de illegaliteit bijvoorbeeld weer verdwijnen. Dus dat betekent ook met die landen afspraken kunnen maken over hoe we dat beheersbaar houden. Dus er is nog een heleboel te doen. Maar ik ben wel trots op de stappen die we de afgelopen jaren hebben kunnen zetten om dat ook allemaal beter te controleren en aan te pakken.